Mensen, hier in Hardelingen is het kouder dan in Garkov. Vanavond tijdens de voetbalwedstrijd is het daar maar liefst 25 à 26 graden. En iedereen die bij ons het voetballen buiten wil zien, het is rustig, het is helder, maar wel koud goed kleden. Want de temperatuur ligt rond 9 uur zo om de beide, nou zeg maar zo'n 6, 7 of 8 graden. En dat is goed fris. En over voetbal gesproken, ik begin maar eens even met de wedstrijd tussen Denemarken en Portugal. Ik denk dat die Portugezen gewoon moeten winnen. Anders is het gebeurd en die willen echt niet naar huis. Dus winst voor Portugal. Dan ga ik door naar onze wedstrijd. Het is een finale, het voelt als een finale. Ja, ik moet zeggen, het voelt als een finale. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Die hier gaat het om. Wij moeten winnen eigenlijk. Wij moeten er zijn om niet naar huis gestuurd te worden. En ik ga ervan uit na die eerste mislukte wedstrijd dat wij nu toch gaan winnen. En dan zullen heel veel mensen zeggen: Piet, dat is tegen beter weten in. Want kijk eens even naar je score. Ja, maar er zijn zoveel verrassingen. En dit wordt ook een verrassing, maar dan positief voor ons. Dus gaan we winnen. En dat wordt een feestje ontmon.